En het goede is tegenwoordig, er zijn ook heel goede boeken voor jongeren. En je kan dat misschien heel normaal vinden, dat je denkt: van ja, dat is toch logisch dat er boeken voor jongeren zijn? Dat is niet altijd zo geweest. Er is echt een hele periode geweest dat jongeren eigenlijk gewoon pff, ja, overgeslagen werden, die, die werden vergeten. Er um, was meer zo van: ah ja, je, had het, je had het de lagere school gedaan, veel gelezen. En dan was het: oh ja, wacht nu. Uh, wat moet je nu lezen? Ja, pak maar iets van voor volwassenen dan. Hè. We hebben niks anders. En dan was iedereen verwonderd dat jongeren niet meer graag lazen, Dat jongeren soms afhaakten. Ja, logisch als je ineens die stap moet maken. Dat is, dat is te groot. En toch was dat zo. Dat was heel raar. En in, ik ben dan eens gaan denken, ja, in andere, bij andere mediatakken doen we dat toch ook niet. Hè? Bijvoorbeeld televisie. Stel, je bent een, een elfjarig jongetje en je houdt superhard van Bassie en Adriaan. In die tijd, tijd dat er geen boeken waren voor jongeren, was Basje Nadegaan voor de eindlagerschoolkinderen top. Dus die vonden clowns leuk, jee. Maar stel dat we toen ook hadden gezegd: van ah ja, maar nu word je wat ouder. Prrr. Nee, we hebben eigenlijk op tv niks niet meer zo voor, uh, voor jongeren. Nee. Ah, maar ja, clowns vond je leuk, hè? Ah, wacht, we misschien nog wel iets anders liggen, iets, iets voor volwassenen. Zoeken met een clown clowns, wel tof. En dat hadden we nooit gedaan. Zo'n dingen deden we niet, want die, die kinderen dan ineens helemaal. Uh, ...hysterisch geworden. Ja. En, en ook op boekenvlak is dat ook het enige stukje dat overgeslagen werd. Want bij kleuters, bij kleuters deden we het niet. Hè. Bij kleuters eh, gingen we altijd stap voor stap. Hè. Um, bij kleuters, die worden eerst voorgelezen... ...komen dan in de lagere school... ...en dan wordt echt stapje voor stapje alles uitgelegd... ...van hoe dat zij moeten gaan leren lezen. Hè. Je hebt een heel avi-systeem... ...en je krijgt er altijd een lettertje bij... ...en dan nog een hoofdletter. Allee, voor kinderen in de lagere school... Het spannendste dat daar gebeurt, dat zijn niet de grote dingen. Het spannendste dat daar gebeurt, is de leerkracht die binnenkomt en die zegt: mannetjes, vandaag hoofdletters. Wow, die kindjes, wow, wat gaat er gebeuren? En dan de volgende dag komt de leerkracht binnen en zegt: van, vandaag twee lettergreep. Wow, die kindjes, helemaal, wow, wat gaat er gebeuren? Yeah. En meer zal het niet worden. Dat wordt heel zorgvuldig opgebouwd en terecht, want je moet ook langzaam leren lezen. Ja, dan was ik aan het denken: stel nu dat je daar ook niks had gehad, dat we ook geen overgang hadden gehad, wat zouden we daar dan gedaan hebben? Dan zouden we een kleutertje hebben, kleutertje komt uit de kleuterschool, um, en de kleuter zegt, uh, we zeggen tegen de kleuter, ah, je van Nijntje kleuter, ja ik vind Nijntje fantastisch, yeah, joepie, yeah. En dan stonden al die leerkrachten daar van, ja, maar we hebben eigenlijk niks meer van jou. Nee, nee, daar hebben we nu niet aan gedacht, boekenverlagenschool, school, Pah, lastig. Ah, oh, maar wacht, er komt er toch één leerkracht af. Ah, oh, wacht, we hebben toch misschien nog iets. Het is ook met konijntjes. Hier kleutertje, lees dit maar. Paf.